Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag, even kijken, woensdag, woensdag 30 februari. En ik ga vandaag voor jullie weer een nieuwe vlog beginnen. Dus als je heel veel zin hebt in deze vlog, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal en dan heel veel kijkplezier. Oké, het is nu 7:50 en om 7:45 moet ik naar school toe. Dus ik ben nog even de laatste dingetjes aan het doen. Ik moet nog even wat mascara boven mijn ogen weghalen. En nog even snel mijn laptop en zo inpakken. En eigenlijk ontbijten, maar ik denk dat ik dat dan niet ga doen. En dan heb ik volgens mij, ik heb eerst Engels en daarna heb ik voor het eerst filosofie. Dat heb ik nog nooit gehad. En dan ga ik eindelijk mijn telefoon omboeksen. Want daar heb ik gewoon niet aangezeten. Ik ben echt trots op mezelf. En ik zal je snel laten zien wat ik aan heb. Wat ik aan heb is gewoon een simpel zwart shirt die je overal kan kopen. En deze broek van Chiquelle. En ik hou echt van deze broek. Hij zit zo lekker. Dus ik ga hem misschien ook nog in het zwart bestellen. En voor de rest ga ik nu even mijn sieraden omdoen en wachten tot Mick klaar is. Oké, we zijn uit. En we hebben Engels en filosofie gehad. Ja. En jullie gaan vertellen wat je ervan vond. Engels hartstikke leuk, ik was er niet. Van filosofie. Oh, ik vind het echt een topvak. Ja, het was wel echt leuk. Ze is echt een leuke vrouw. Ze heeft wel anderhalf uur zelf gepraat, maar het was wel leuk. Ja. Op zich probeerde ze het wel interactief te maken. Ja, dat is echt heel leuk. En ze was best wel aan de oude kant, laat zeg maar gewoon wel gewoon. Maar wel even flirten met haar. Ja, ik denk dat nu je Ja, ze was echt. Ze was dit jaar 60 en derde dag dat ze 40 werd. Ja! Nee! Heel veel succes! Nou, dat was onze mentor. Nee, ik zei 52. Hè. Ik zei 52. Oh, ja. Ik dacht 58. Nee, ja, ik dacht 54. En ik ga nu naar huis. En dan ga ik mijn nieuwe telefoon openmaken. Unboxing video. Yeah. Oké, ik ben terug uit school. En ik heb hier dus sinds gisteravond op moeten wachten. Maar mijn nieuwe telefoon is binnen en ik ben zo enthousiast. Ik had eerst een iPhone 7. Mijn scherm is een beetje gebarst en het knopje is helaas kapot. En mijn abonnement verdiept. Dus ik heb een nieuwe telefoon mogen bestellen. En ik ben echt super blij. Als je de vlog van gisteren hebt gezien, laat ik zien wat voor telefoonhoesje en zo ik heb gekocht. En ik heb dus een abonnement bij Vodafone. Zo, want ik had dus ook alvast een beschermlaagje en allemaal dat soort dingen gekocht. En ik heb dus een nieuwe telefoon. En hij is zo groot. Hij is gewoon echt groter dan mijn hoofd, dit hoesje. En het is namelijk de iPhone X Max. En ik wilde deze al zo lang, dus ik ben hier zo blij mee. En ik vind het zo leuk om dit in een video altijd bij andere mensen te kijken. Dus ik dacht, ik ga dit ook maar eventjes laten zien. Zo. Oké, nou, dit is natuurlijk het moment waar het om gaat. Dit doosje is gewoon alleen al heel mooi. Zo. Dan zit er zo'n ding natuurlijk in. En dan zie ik de telefoon en hij is echt kapot groot. Het is echt niet te doen. Echt heel mooi. Hoe, ik laat hem er bijna afvallen. En ik ben hier zo blij mee. En ik heb dus de witte of zilveren variant. Ik weet even niet hoe je dit noemt. Deze achterkant. En dit is dus helemaal van glas. Oh mijn god, ik kan hier zulke mooie foto's mee gaan maken. Hij is dus zo groot. Oh, ik ben zo blij. Oh mijn god. En er zit dus een oplader en oortjes in. Die heb ik nog wel. Maar het is altijd handig om er nog één bij te hebben. Zo. En dan ga ik even het folietje eraf halen. Oh, hij stelt niet scherp. Hij moet even scherp zetten op de telefoon. Oké, hij is echt heel mooi. Het is zo mooi dat dit gewoon helemaal van scherm is. Echt top gewoon. Oh, hij gaat gelijk aan. Ik drukte denk ik iets te hard op het knopje. Het is echt top. Zo, het is gewoon een spiegel aan de achterkant. En het verschil dus met de iPhone 7 is zo groot. Want dit is gewoon een normale. En dit is een grote. Oké, ik ga even gelijk even dat plaklaagje erop doen. Want ik ben gewoon heel bang dat hij valt. En ik ben best wel een beetje klunzig met dat soort dingen. En het hoesje. En dan zal ik zo meteen even aan jullie laten zien. Oké, ik heb even een laagje erop gedaan. Hij zit alleen niet echt top erop geplakt. Maar weet je wat het is? Dat zal je altijd zien.
En het hoesje zit er omheen. En ik ga dus nu even mijn telefoon instellen. Hij heeft dus geen knopje. Oké, nou, Nederlands. Kies je land of regio. Nederland. Nou, top. Is echt heel mooi. Maar wel echt groot, man. Het is echt niet normaal. Maar ik irriteer me nu wel aan dat plaklaagje die verkeerd is geplakt. Maar ja, die randen zitten hier wel omheen. Wat dus zo vet is aan deze telefoon, is dat hij gezichtsherkenning heeft. Dus ik ben dat nu aan het instellen. Oké, mijn telefoon is nu even met iTunes een reservekopie aan het terugzetten. Even kijken, zo. Dan weet iedereen mijn code. Even kijken of die dit gaat doen. Swipe. Oké, ondertussen ga ik even wat eten en wat drinken. Want ik had geen eten meer naar school genomen. Omdat ik zo vroeg uit was. En ik heb echt ongelooflijk veel trek. Dus dat ga ik nu zeker even doen. Wat zou ik nemen? Zou ik gewoon een tosti maken of zo? Lastig. Oké, ik had dus gisteravond alvast een reservekopie gemaakt van mijn iPhone 7. Dus dat ik die nu gelijk op de iPhone kon zetten. Maar er was dus zo'n super update, of hoe dat ook heet. En die was ik vergeten om te doen. En nu moet ik dus opnieuw de reservekopie gaan maken. Dus ik hoop dat alles nog behouden blijft. Het duurt alleen iets langer, maar ik ga er niet voor, ja... Ik wil gewoon al mijn bestanden houden. Dus dan wacht ik liever wat langer dan dat ik nu overhaast mijn telefoon ga doen. Want ik heb best wel veel op mijn telefoon staan. En ja, ik heb nu lekker een tosti gemaakt. Dus die ga ik nu lekker opeten met een YouTube video. Oké, de reservekopie staat er ongeveer op. Er staat de hele tijd nog 5 seconden. Dus ik ben benieuwd wanneer die eindelijk gaat beginnen. Want ik wil echt heel erg graag nu op mijn telefoon. Ik ga zo meteen cadeautjes laten zien die ik morgen aan Mick ga geven op Valentijnsdag. En wat ik nog meer ga laten zien is wat ik morgen op mijn stage ga doen. Want ik heb morgen mijn eerste stage dag. En ik heb er echt heel veel zin in. Dus dat ga ik jullie allemaal laten zien. Maar nu nog even wachten tot eindelijk ik op mijn telefoon kan. Ja, dat dus. Oké, mijn telefoon is nu alles aan het laden. En alles staat er gewoon gelijk in één keer op. Super chill. En hij is zo groot en mooi. Ik moet alleen echt gaan wennen aan dit. En daar kan je volgens mij eens opzoeken. Dit soort dingen. Hier moet ik wel echt aan gaan wennen. En al mijn 65.000 foto's staan er nog op. Daarom nam ik dus een iPhone met heel veel. Alles is geregeld op mijn telefoon. Hij doet het helemaal en alles is top. Ik was nu even bezig met een vlog editen. Maar ik had beloofd om nog even te laten zien wat ik voor make-up heb voor Valentijnsdag. Want morgen is het namelijk Valentijnsdag. En dit is de eerste keer dat ik al ooit in mijn leven iets aan ga doen. Mag ook wel, aangezien ik nu ongeveer 20 jaar verder ben. Wat wilde ik nog meer? En ik wilde nog iets kijken. Want ik doe altijd mijn pasjes in zo'n dingetje. Zo'n sticker. Maar eigenlijk heb ik er nu nog één nodig. Omdat ik natuurlijk nu een nieuw hoesje heb. En ik kan echt niet zonder die sticker. Dan draak ik gewoon mijn pasjes allemaal kwijt. Maar zoals het er nu uitziet, denk ik niet dat ik er nog eentje ga hebben. Dus dan moet ik er morgen even één in de stad kopen. Anders ben ik echt... Nee, dan kan ik mijn pasjes gewoon nergens kwijt. Want wat ik bijvoorbeeld wel heel grappig vond. Ik kreeg best wel veel DM's van meiden die zeiden van... Ja, wat heb jij voor aan je vriend gegeven voor Valentijnsdag? En die vonden het helemaal leuk om dat van mij te weten. Alleen, ik twijfel altijd een beetje over of Mick nou mijn video's kijkt of niet. Volgens mij een paar. Niet allemaal. En als dat zo is, dan moet ik natuurlijk wel uitkijken met wat ik zeg. Dus... wat ik nog meer wilde. Ik heb altijd zo'n sticker achter op mijn telefoon. Waar ik mijn pasjes in kunnen. Maar die heb ik nog niet voor dit hoesje. Dus wat ik nu even doe is. Ik doe dit, de pasjes even zo. Dan moet ik die dus niet vergeten ergens mee naartoe te nemen. Anders heb ik niks. En dan. Wat ik heb. Want ik weet dus echt niet wat Mick voor mij heeft morgen. En wat we morgen gaan doen. En ik ben eigenlijk gewoon een beetje zenuwachtig. Omdat ik het gewoon niet weet. En ik vind het dus ook heel lastig om me dan een soort van in te schatten van... opgeslagen. Vind ik het gewoon heel lastig om in te schatten van ja, wat voor een cadeau kan ik voor hem kopen. Dus ik heb via dat Greet heb ik een kaart besteld. Dat was echt heel erg fijn. Het is geen samenwerking. Ik heb het ook gewoon voor het eerst uitgeprobeerd. En heb ik een kaart gemaakt met foto's van ons.
Super schattig. En dan staat erop, ik hou van je, Lucianette. Zo. En dan daarin nog een andere foto. En tekst. En dat ga ik niet voorlezen. Dat is gewoon heel persoonlijk. Maar ik denk namelijk dat we op 27 en 28 februari een familieuitje hebben. Maar dat is niet waar. Want ik heb een heel leuk hotel geboekt. Ik kan nu nog steeds niet te veel vertellen. Want waarschijnlijk gaat hij deze vlog kijken. Ja, dus een overnachting in een hotel heb ik dus geboekt. Een heel leuk hotel. Met een leuke jacuzzi op de kamer. Allemaal dat soort dingen. Gewoon van die extraatjes. Omdat ik gewoon weet dat Mick dat heel erg leuk vindt. Dus daar gaan we naartoe. En voor de rest vond ik het dus een beetje saai om eigenlijk niks te geven. Heb ik nu Calvin Klein onderbroeken besteld bij Zalando. Zodat ik toch nog iets heb. En zou ik dat anders inpakken, dit zo? Dat is misschien wel leuk. Nou ja, dat eigenlijk. Ik ga in ieder geval nu even mijn stage dingen uitprinten. Dat zal ik zo meteen even aan jullie laten. Ik ben klaar met werk en Mick is bij mij. En Mick en ik gaan nu samen eten maken. Kom je? En ja, dat eigenlijk. En ik moest dus van 6 tot 8 werken. 5 tot 8 zelfs. 5 tot 8? En mijn broertje is nu naar de wedstrijd van Ajax. Samen met mijn vader. Wat gaan we eten, Mick? Ik weet niet. Oké, Mick en ik hebben net weer super slecht gegeten. Omdat we niet wisten wat we wilden eten. En we waren Real Madrid Ajax aan het kijken op de tv. Aangezien Mick dat wil zien. Auw. Oh, ik stond in iets hard. Dus dan moet ik dat natuurlijk ook kijken. Mick en ik gaan nu slapen, want we hebben morgen stage en werk. Dus jullie zien mij morgen om 4 uur weer bij een nieuwe video. Als je de video leuk vond, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal. En dan tot morgen. Wat is het morgen, Jan? Valentijnsdag. Dat heb ik allemaal al gezegd. Nou, ik denk dat ik een nieuw onderwerp erbij. Nee, ik heb al gezegd dat Valentijnsdag is. Tot morgen.